S'nachts is het hier een bruisende plek, maar overdag gebeurt er niet zoveel. En dat moet veranderen, vindt de gemeente. Dus wordt hier een bijzonder terras aangelegd. Volgens mij ziet het er heel fleurig uit. Dat was echt de bedoeling om deze straat weer echt die vrolijkheid weer nog een stukje verder terug te geven. Daar zijn we al heel erg hard mee bezig met z'n allen. En ten tweede, dat alles wat hier op dit terras staat, behalve de stoelen dan, want die moeten toch nog kunnen blijven schuiven, kan muurvast vastgezet worden, dat het ook niet meegenomen kan worden. Een innovatief terras in het kader van initiatief Stratums Eind 2.0. Stratums Eind is een heel mooie straat. In potentie kan die nog veel mooier worden. Het is een heel belangrijk onderdeel van de stad. Het is een icoon. Heel veel mensen kennen Stratums Eind, ook ver van buiten Eindhoven. En wij vinden dat Stratums Eind niet alleen gedurende de nachtelijke uren en de weekenden open moet zijn, maar ook door de week, overdag en ook 's avonds door de week. Levendigheid dus, ook overdag. Nu kiezen cafés er vaak voor om helemaal geen terras neer te zetten, want dat moet weer worden afgebouwd voor het avondprogramma begint. En daar hebben veel eigenaren geen zin in. Stratums Eind verandert constant van bestemming eigenlijk. Overdag, zoals je nu ziet, is het eigenlijk een plek waar je rustig kunt lunchen, waar gerecreëerd wordt, waar mensen woon-werkverkeer hebben. En in het weekend, 's avonds, dan verandert die straat in één keer in een echte hele actieve uitgaansstraat. Dus met een hele andere functie. Dus daarin wil je eigenlijk ook een soort flexibiliteit hebben in moet het er staan, moet het er niet staan, moet ik het opruimen, moet ik het niet opruimen, dat soort dingen. De laatste 10 jaar is het aantal bezoekers van de uitgaansstraat fors gedaald. Een leefbaarder Stratum moet daar verandering in brengen. Ik merk dat we steeds meer gaan nadenken over hoe dat we die openbare ruimte beter kunnen inrichten. En designers zijn daar hele belangrijke personen in die op een andere manier kijken en denken. En wat ik er heel mooi aan vind is dat we eigenlijk als maatschappij Stratum zijn door de jaren heen lelijker hebben gemaakt, omdat we de hufterigheid zijn gaan faciliteren. We maken alles hufterproof en dat is heel lelijk. En wat we nu aan het doen zijn is juist andersom denken. We gaan de gastvrijheid faciliteren. Dus dat wil zeggen dat je gaat kijken hoe je de omgeving gezelliger, sfeervoller kunt maken. Gastvrijer. En dat maakt dus dat het gedrag van mensen ook daar wordt op aangepast. Dit terras is een van de eerste stappen naar Stratum Zijn 2.0. Voor een wijntje of een biertje op Stratum kun je voortaan dus op een echt designterras terecht.